Adrie, wat een dramatische avond voor je team, wat een dramatische avond voor jou. Ja, dat is ook zo. Ik had me hier wat anders van voorgesteld en ik denk de spelers zelf ook. Maar het leek wel of iedereen met een caravan achter zijn rug hing. Ja, we hebben gewoon veel te weinig gebracht om een goed resultaat neer te zetten. Ja, een week geleden leek plaatsing nog een formaliteit. Nu zijn we een week verder. Georgië verliezen, Slowakije verliezen. Dat is Oranje, dat is Adrie Koster onwaardig. Nou ja, ik ben het volledig met je eens. We hebben gewoon niet gebracht wat we hadden moeten brengen vandaag. En ja, dan kijk je ook naar jezelf. Hadden we die zaak anders moeten doen? Ik heb 1, 2, 3 het antwoord niet. Dit was niet goed in elk geval. Nee, jouw debuut. Dan druk ik me voorzichtig aan. Ja, je debuut als bondscoach bij Jong Oranje. Kunnen we dat als dramatisch beschouwen? Ja, dat is gewoon niet goed natuurlijk. Als je 2 wedstrijden speelt voor de kwalificatie EK. En je moet afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen. We hebben nog steeds kans, we zijn niet uitgeschakeld. Maar je had je graag rechtstreeks willen plaatsen, dat lijkt me duidelijk. Maar dat is nu niet het geval. En we moeten afwachten. Het gaat nog om 5 ploegen die zich... dan kun je nog bij de beste 4 komen die 2e worden. Dus het is afwachten. Ja, het zal waarschijnlijk wel gaan lukken. Want het is wel heel erg theoretisch om die play-offs mis te lopen. Maar in plaats van trots door de voordeur, is het nou een beetje sneaky door de achterdeur. Nou ja, goed. En dan moet je qua loting zul je ook wat zwaardere tegenstanders krijgen. Dus je hebt het allemaal zelf in de hand. En dat heb je op dit moment gewoon weggegeven. En, ja, onnodig vind ik. Ja, je zei net, je gaat je ook afvragen, wat heb ik fout gedaan als bondscoach? Wat hebben we als technische staf fout gedaan? Zijn er facetten waarvan je nu denkt, als ik met het wetenschap van nu... had ik het misschien een week eerder allemaal anders aangepakt in aanloop naar Georgië en Slowakije? Nee, dat niet. We zullen de zaak zeker goed evalueren en doornemen en doorspreken. Maar ik denk dat we er alles aan gedaan hebben om deze wedstrijden te winnen. En dat is niet gelukt. Het was een verdiende nederlaag. Nou ja, als je zo speelt, dan wordt het moeilijk om een wedstrijd te winnen. Ik denk dat we de eerste helft nog redelijk gespeeld hebben, maar... Het was gewoon te weinig beweging, te weinig aansluiting. Er gebeurde gewoon te weinig in zijn totaliteit, waardoor je ook weinig kansen creëert. In de beginfase nog een paar voorzetten, maar dan moet je er ook bij zitten, moet je ook scherper zijn. Dus zo wordt het gewoon heel moeilijk om een wedstrijd te winnen en is het wachten op een doelpunt van de tegenpartij.